De provincie en de gemeente Laarbeek slaan de handen ineen en tekenen in het gemeentehuis van Laarbeek een intentieverklaring. Het gemeentehuis, sportpark, ontmoetingscentrum en sporthal Den Ekker zijn de vier objecten die aangepakt gaan worden om te verduurzamen. Hoe het traject eruit ziet, ik zal straks even kort toelichten nog. We hebben een energiecoach en een facilitator ook meegenomen die in het traject jullie gaan begeleiden. Maar misschien eerst ook aan jullie de vraag. Aan Maurice of aan u. Waarom wil de gemeente Laarbeek meedoen? Waarom hebben ze zich aangemeld? Nou, omdat wij voor een behoorlijke pittige opgave staan. En dat is natuurlijk het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Hè, wat jullie natuurlijk ook zagen. 55% CO2-reductie in 2030. Nou, dat zegt nogal iets. En dat vraagt ook nog behoorlijk wat capaciteit en kennis en kunde natuurlijk. Hè. Waar vind je de juiste lijnen, subsidies enzovoort. En, ja, voor ons betekent dat een stukje meer zekerheid, dat we het ook echt tot uitvoering kunnen brengen en onze doelstelling kunnen halen. Dus ja, voor ons is het alleen maar een win-win situatie. Ja, dus heel blij ermee. Hè? Zeker. Ja. Jullie doen met vier anderen mee? Met de instantie? Ja, het gemeentehuis, het sportpark, het ontmoetingscentrum wat we nog hebben en ik zit even Sporthal Den Ekker. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er nu voor 2023 op de kaart staat. Ja. Nou. Ja. En is daar veel winst te behalen? Ja, bij de een wat meer dan bij de ander, maar in totaal moeten we natuurlijk wel naar de uiteindelijke CO2-reductie. Dus wij hopen wel met de plannen die we hebben en samen met jullie te gaan kijken hoe we daaraan kunnen voldoen. Zo zijn er natuurlijk een aantal panden en wellicht vanuit de routekaart ook al naar voren gekomen die interessant zijn om te verduurzamen. Op het moment dat je eigenlijk het beeld hebt van nou voor bepaalde panden uiteindelijk in een gemeente zou je die stappen willen gaan zetten. Is natuurlijk het zaak om het te beschrijven en vanuit een intentieverklaring uiteindelijk wat dan feitelijk hier ligt. Dat de gemeente werkelijk de intentie uitspreekt om die duurzame stappen te zetten. En dat is eigenlijk wel het mooie ervan. En bij het ene is het vrij makkelijk of eenvoudig om uiteindelijk die stap te zetten tot richting een intentieverklaring. Dat is een beetje het moment waarbij het uiteindelijk van coach richting facilitator gaat. Maar in sommige gevallen... We geven nadrukkelijk aan op het moment dat we natuurlijk de tijd investeren, zal de intentie ook moeten leiden tot daadwerkelijk het verduurzamen van. Ja. En het moet dan wel financieel en technisch ook wel haalbaar zijn om die duurzame stappen te zetten. En dan moet gewoon versnelling in komen. En dan is de volgende vraag, nou, als dat belangrijk is, waarom is dat loket dan nodig? Uit eigen ervaring dan kan ik spreken dat het best ingewikkeld is om te beslissen welke verduurzamingsmaatregelen je neemt als het niet je vak is. En hier zitten mensen en dat is hun vak, dus die kunnen dat vrij snel bepalen. Maar als ik kijk naar mijn eigen situatie voor mijn eigen woning, elke stap die ik heb gezet, had ongeveer een jaar aanlooptijd nodig in het uitdenken. Wil ik dit? Wat wil ik dan precies? En wie kan het me leveren? En wat is dan een goede kwaliteit? En ik denk dat dat niet anders is op het moment dat je eigenaar bent van een beperkte hoeveelheid klein vastgoed. Dan is het ook niet je dagelijks werk om dat te verduurzamen. We zijn hier op het gemeentehuis. Speciaal moment vandaag, want er is een intentieverklaring ondertekend. Waarom is dat gedaan, mevrouw Slaats? Omdat de provincie ons gaat ondersteunen en gaat helpen met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. We hebben een enorme opgave te gaan, hè? CO2-reductie van 55% tot 2030. En dan is het heel fijn dat je dat als kleinere gemeente niet alleen hoeft te doen, maar dat je de ondersteuning van de provincie kan krijgen. Ja, dat is heel mooi, hè? Maar waarom is Laarbeek uitgekozen? Nou, Laarbeek is een van de kleine gemeentes die al het verste hierin is. Zij zijn al een klein jaar geleden begonnen met kijken van hoe kunnen we met de hulp van de provincie stappen zetten. Welke van onze gebouwen zijn het meest interessant om nu ook echt die verduurzamingsslag in te slaan. Dat onderzoek dat is gedaan en nu gaat het eigenlijk al naar een stap concreter. Wat moet er dan precies waar gebeuren? En vandaar dat de wethouder vandaag de intentieverklaring heeft ondertekend. Okay. Ja, wij gaan gewoon kijken wat we natuurlijk altijd werk met werk maken. Hè? Wat een stukje bijvoorbeeld particulier is en wat van ons is. Als we iets gaan aanpakken, gaan we wel kijken wat kunnen we gezamenlijk aanpakken. Vier gebouwen, zeg maar, binnen Laarbeek. Hè? Maar er zijn er nog veel meer, denk ik. Hoe kunnen mensen daarvoor in aanmerking komen? Nou, we hebben sowieso een routekaart, hè, van al ons maatschappelijk vastgoed. Dat wordt zo vastgesteld door de gemeenteraad. En daarmee gaan wij gewoon de processen in. Wij zullen ook, hè, wat de provincie ook aangeeft, meer mensen kunnen meeliften. Wij zullen het ook verder gaan vertellen naar de andere gebruikers die daar mee kunnen liften. En verder moeten wij gewoon als gemeente aan de slag en dat gaan we doen. Mooi. En hoe?
Ja, het is een druppeltje. Al die druppeltjes die tellen mee. Hè. We hebben een hele grote emmer CO2 die we nu uitstoten en die moet helemaal leeg. Ja. Dus heel fijn dat de gemeente Laarbeek hier een mooie stap zet. En ik kan alleen maar onderstrepen, andere gemeentes doen mee. Of zorginstellingen, scholen, ander maatschappelijk vastgoed wat niet van de gemeente is. Meld je gewoon zelf aan bij het ontzorgingsloket en dan kijken zij op welke manier dat ze je verder kunnen helpen. Ik ga de gemeente helpen met het handen en voeten geven aan de plannen die er eigenlijk al liggen. Waar we altijd nadrukkelijk naar streven is maatwerk. We hebben niet een standaard programmaatje wat we per gemeente uitrollen. We kijken wat is de stand van de gemeente, waar kunnen ze hulp bij gebruiken en naar welk punt moeten we ze brengen. En dat ga ik ze concreet daarbij helpen. In dit geval zal dat uiteindelijk resulteren in het zoeken van de juiste partijen die het ook echt kunnen gaan maken. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, zeker gezien misschien een voorbeeldfunctie een gemeente zal hebben, zeg maar. En op het moment dat ze daadwerkelijk serieuze stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen vastgoed, is dat denk ik heel erg goed om dat het gezien wordt door de praktisch hele omgeving, dan wel gemeente.